Met een omgebouwde bietenrooimachine rooide loonwerker Hak vorige week een perceel wintereien bij akkerbouwer Wim de Witte in Steenbergen. De bietenrooier heeft een werkbreedte van 3 meter en kan daarmee 2 uienbedden in 1 werkgang meenemen. Het perceel van 5,2 hectare werd in 1 dag gerooid en aan het begin van deze week heeft de Witte de uien opgeladen vanaf het land rechtstreeks in kisten op een wattelkar. De West-Brabantse akkerbouwer schat de opbrengst van de wintereien op 45 tot 50 ton per hectare. Hij zegt te rekenen met 45 ton en alles wat daarboven komt is volgens hem mooi meegenomen. De uien van het ras Troy zijn geplant rond half oktober. Het was voor de Witte de eerste keer dat hij de wintereien teelde en dat is hem goed bevallen. De wintereien, afkomstig van het akkerbouwbedrijf in Steenbergen, zijn afgenomen door uienhandel Marbo in het Zeeuwse Oostdijk.